Hi, ik ben Jessie. Leuk eens kijken naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Deze video is eindelijk de lang verwachte make-up stash video. Ik heb een hele tijd geleden heb ik een make-up stash video opgenomen. Een make-up collectie video. En mensen vonden het zo leuk om te zien wat voor make-up ik allemaal had en alles. En nu zijn we natuurlijk een pittig paar maanden verder. Volgens mij al meer dan een jaar verder. Maar ik heb collecties uitbundig gegroeid. En ik heb natuurlijk net mijn hele make-up dingetje, hoekje, helemaal veranderd. Dus dit is dan deel 2 van de 2 video's. De eerste video was dat ik mijn hele setting en alles ging veranderen. En dit is dus deel 2 en deel 2. En dat is mijn make-up collectie. Jullie hebben natuurlijk allemaal al gezien hoe dit eruit ziet. Op dit moment staat het zo. Ik heb het zo netjes mogelijk geprobeerd op te ruimen. Maar make-up en producten zoals dit allemaal. Het is gewoon een beetje rommelig, maar ik vind het er wel heel cool uitzien. En dit is wat jullie altijd nu zien als achtergrond van mijn video's. En dit is 9 van de 10 keer helemaal bezaaid met make-up. En dat is het stukje wat jullie niet zien. En achter mij, hier staat mijn ringlamp, schoenen, televisie. En dit is zeg maar een stukje wat ik niet ga laten zien. Maar laten we beginnen. Er zit ook nog een leuke giveaway in deze video. Dus ben je benieuwd wat voor giveaway is, blijf gewoon eventjes kijken. Zullen we gewoon hier zo gaan beginnen? Ga ik gewoon hier zitten en dan ga ik hier beginnen met mijn everyday bak. Hier heb ik gewoon mijn everyday spullen in gedaan. Ik had eerst altijd mijn everyday en alles gemixt in deze Alex kast en het is gewoon niet handig. Dus ik heb deze mooie glass cubes. Ik zal ook een linkje waar je deze kan kopen beneden neerzetten. Deze zijn geweldig. Je hebt allemaal vakjes die ze afdelen. Het is gewoon ideaal. Bovenop heb ik mijn Kim Kardashian boek staan, maar die staat eigenlijk niet altijd op, want deze kan alleen maar zo open. Er zit hier niet een laadje of zo. Bovenin heb ik mijn Chanel poeder. Mijn Kat Von D loose poeder. Een MAC gezichtsgel. Mijn Chanel Hydra Beauty Cream. Heerlijk deze. En een nieuwe van de Douglas. De Sensitive Focus Hupplepup Crème. Dan heb ik hier 2 glow starters van Glam Glow. Waar ik ook die video over heb opgenomen. En mijn oude potje van de Sisley Crème. Die echt bijna leeg is. Maar voor als ik echt een keertje last van mijn huid heb, kan ik deze nog gewoon eventjes pakken. Heb ik een Jeffree Star Velour Lip Scrubs. En hier heb ik een Rehab Makeup Prep Hot Spring Hydra Gel. Dat is wat er bovenin zit. Dan gaan we door naar laadje nummer 1. En ze zitten best wel volgepakt. Maar dit is gewoon fijn voor everyday. Dan hoef ik niet door die hele la heen te grijpen. En make-up is zo vies. En dan komt zoveel als je highlighter, poeder en zo, komt er gewoon zoveel shit vanaf. Hier heb ik mijn gezichtspoeders. Mijn Translucent Powder van mijn ogen. Een MAC Mineralize Skin Finish. Een Wet n Wild poeder. Een Chanel poeder. Nog een MAC poeder. En nog een NYX poeder aan het einde. Dit is gewoon mijn everyday poeders. Dan heb ik hier mijn bronzers. Mijn Chanel Soleil en de Chanel bronzer. Nieuwe NARS bronzer. Volgens mij is het Laguna. Dan heb ik Hoola Light. En nog een MAC bronzer. En dan daarachter nog een Urban Decay bronzer. Dan heb ik hier highlighters. Heb ik hier een NARS Albatross. Een Lorde highlighter. Een MAC highlighter. 2 Wet n Wild highlighters. Hier achter een Dior highlighter. Becca Champagne Pop met Jaclyn Hill. Nog een Lore highlighter hierachter. En dan een over highlighter hieronder. Dan gaan we eentje naar onder. Hier heb ik al mijn blushes. NARS Orgasm Stick. NARS Orgasm Poeder. Luminoso van Milani. Een MAC blush. Een MAC Mariah Carey blush. En een Ethos blush hierachter. Ik weet ook niet waarom die ligt, want ik gebruik hem eigenlijk nooit. We gaan er snel doorheen. Dit zijn al mijn wenkbrauwproducten. Dit is gewoon letterlijk alles wat ik voor mijn wenkbrauw maar nodig kan hebben op een daily basis. Ligt letterlijk allemaal hier. Dus wanneer je mijn wenkbrauw hebt zien doen, zal ik hier vast wel een keer een product van gebruikt hebben. En dan hier in de laatste heb ik al mijn concealers. Dit zijn gewoon de everyday concealers. Tarte Shape Tape. Naked Skin. Boing voor onder mijn wenkbrauwen. Die moet eigenlijk bij mijn wenkbrauwen, maar ik leg gewoon bij mijn concealers. Want het is een concealer. En hier achterin nog een Bye Bye Under Eye van It Cosmetics. En gewoon heel veel leuke concealertjes die ik everyday gebruik. Hier hebben we mijn eyeliners. En nog een nieuwe eyeliner van MAC die ik nog moet uitproberen. Hier heb ik al mijn wenkbrauwproducten. Hierachter liggen 2 paar nepwimpers van Lily Lashes. En dan heb je hier zeg maar alle tooltjes die ik nodig heb om ze mee op te plakken. Duo Zwarte Lijn Stick. Duo Zwarte Lijn Normaal. Latex vrij is deze. En dit is wel met latex. Pinset. Gewoon de dingen voor mijn wenkbrauwen. En dan als allerlaatste al mijn mascara's die ik recently aan het testen ben, aan het gebruiken ben. En er ligt echt van alles. Better Than Sex, Monsieur Big, Roller Lash, de NARS mascara, Bobbi Brown. Gewoon van alles. Gewoon allemaal fijne mascara's. En dan achteraan liggen nog backups van mascara's.
Het onderste is eigenlijk wat ik gewoon nog graag wil proberen. En dan wil ik graag dat het hier gewoon ligt, want hier zie ik het snel. Dus hier kan ik dan ook snel even naar grijpen. Stel ik wil een nieuw product uitproberen. Dan heb ik allemaal liquid lipsticks van, volgens mij, waar is dit van? Een liquid catsuit. Maar waar is het van welke? Oh, Wet n Wild. Oké, dit zijn allemaal Wet n Wild liquid lipsticks. Dan heb ik hier nog een blush paletje van Maybelline. Een Urban Decay Peel Off Pore Mask. En nog een eyeliner stamper. Dit zijn gewoon dingetjes die ik nog graag wil proberen. Dus die heb ik dan hier. Allemaal nieuwe dingen van Yves Saint Laurent die ik nog wil proberen. Die ik gewoon nog eventjes wil testen. Af te pakken. Eentje voor in een nieuwe video. Dat ik gewoon een nieuw iets kan testen. Maar ik vind de doos ook heel mooi. En het ziet er gewoon heel cute uit. Hier nog twee nieuwe NARS producten. Eyeliner en oogschaduw. En hieronder nog voor de rest Colourpop dingen. Die ik ook nog wil proberen. En die ik ook nog niet echt heb getest. Dus dat is mijn everyday make-up bakje. Deze glass cubes zijn best wel aan de prijzige kant. Ze zijn 80 euro. Maar in deze video ga ik er eentje weggeven. Dat is de giveaway van deze video. Ga ik één zo'n glass cube weggeven. Daar staat er nog één. En deze glass cube giveaway is een samenwerking met Makeup Your Stash, waar je deze dus kan kopen. Misschien ben je bekend met Makeup Your Stash, maar ik ga dus samen met hun deze weggeven. Deze video is voor de rest niet gesponsord door hun. Puur de giveaway voor deze glass cube en de glass cubes die ik heb gekregen. Laat hier beneden jouw Instagram naam achter en dan ga ik één winnaar kiezen en waarom jij graag deze glass cube wil winnen. Dan gaan we door naar de mooie spiegel die... Ik had in mijn video gezegd dat ik hem hoog had gehangen en zo, en het was helemaal gelukt. Alleen vervolgens kletterde die aan één kant naar beneden, dus ik heb hem maar weer gewoon terug zo neergezet. Very sad, ik wil hem wel weer ophangen, maar volgens mij is de spiegel gewoon te zwaar. De spiegel was van de Xenos voor 12,50. Ze hadden een mega opruiming, dus hij was super goedkoop. En dan deze lampjes van de IKEA. Hier heb ik al mijn foundations en primers in staan. En eigenlijk is het een spiegel. Aan de onderkant is het een spiegel, super cool. En hij is ook bij de Action gekocht. Ik heb hier nog eentje van waar mijn parfums in staan. Maar hier zijn dus al mijn foundations die ik op een daily basis gebruik. En allemaal Benefit, Sisley Primer, echt gewoon van alles. Gewoon allemaal primers en dingetjes. Staan hier in deze mooie schaal. Hier heb ik mijn losse poeder, mijn Beauty Blender. Hier nog een Beauty Bakery Illuminator, So Icy, die ik nog graag wil gebruiken. En hierachter, ik weet niet waarom ze hier staan, maar nog die NYX foundations die ik ook al heb getest. Dan gaan we door naar hier. Hier staat nog een nieuwe masker die ik wil testen. Een nieuwe toner die ik nog wil testen. Ik zet altijd alles wat ik nog wil testen recht voor meneer, anders vergeet ik namelijk. Bobbi Brown primer, Beauty Bakery lipstick, doekjes om heel makkelijk liquid lipsticks ermee af te krijgen. All-nighter, setting spray, make-up remover, setting spray, setting spray, setting spray, shower gel. Jij moet niet hier. Dry shampoo, dark tone, dus dat zit allemaal hier. Hier heb ik dan mijn spiegel. En hier gewoon een doos watjes. En dit is heel schattig. Dit is een lipstick kokertje. En deze was vroeger van mijn moeder. Deze had mijn moeder altijd in haar tas zitten. En hier zit ook haar lipstick nog in die zij vroeger gebruikte. En het is echt zo cool dat ik dit nog heb. En het is van Lancôme. En deze kleur maken ze volgens mij niet eens meer. Nummer 11, Rose Nature. Hele, echt een kleur die mijn moeder droeg, zeg maar. Heel cool dat ik dit nog heb van haar en dit koester ik en ik weet niet waarom, maar ik heb het gewoon hier op mijn make-up tafel liggen. En ja, het is gewoon een heel schattig dingetje wat vroeger van mijn moeder was. Ja. En dan heb ik hier al mijn penselen. Hier zitten mijn oogpenselen en de grote kwast in, een kabuki brush. En hier zitten al mijn face brushes in. En deze waren van de Kruidvat, 2,50. Heel groot, met die deksel waar ik mezelf van opa had gehaald in de Kruidvat video. Die moet dus even naar de douche toe. En hier heb ik de Urban Decay Naked Skin Shapeshifter. Ik heb vandaag dus deze contourpoeder gebruikt. Die contourpoeders. En ze zijn echt super shitty. Dus ik weet niet, ik ga hem nog wat vaker proberen. De Afterglow heb ik nog niet geprobeerd. En dan uiteindelijk mijn waaier waar ik mijn fixing spray mee droog waai. Dus dat is alles wat hier staat. En dan kunnen we hier nog door. Heb ik gewoon een basic witte lamp staan die ik aan kan doen. Doe ik eigenlijk nooit. Mijn binnenhortensia en hier een heel mooi Venti-doosje van Puma, van Rihanna. En dit was mijn verjaardagscadeautje van Jasper en Rogier. Echt super cute. En het is een choker. Het is zo cool. Het is een Venti-choker. En het lijkt op een soort van haarband, maar het is dus een choker. En ik wil een keer gewoon deze aandoen in een video, want het lijkt me echt super cool. En ik vond het super lief van ze. En ik weet dat Jasper is een super fan van Rihanna en Puma en... Ach, helemaal geweldig. Dus die heb ik dan hier nog even staan. Dan heb ik hier een letterbak staan. En dat is zeg maar zo'n letterbak. En deze heb ik ook van de Action. En hier heb ik al mijn paletten in staan. Gewoon random paletten waar ik eventjes snel bij kan. Omdat ik niet in laadjes hoef te zoeken om naar paletten te zoeken. En het mooie Jaclyn Hill palet. Ach, super mooi. En dan hier de Amazing Lipstick Tower.
Hier zitten al mijn Jeffree Star liquid lipsticks in. En de mooie doos. En de mooie You Better Work kit van Jeffree Star. Ik vond het wel super leuk om deze hier zo bovenop te zetten. Alle Jeffree Star liquid lipsticks en lip emulsions. Dan ga je hier naar onder. Nog van alles. MAC, Dose of Color. Vice van Urban Decay. Echt van alles zit hier nog in. Hieronder heb je alles van Kylie. En daarachter de minis. Hier heb ik alles van Colourpop. Alle Ofra's liquid lipsticks die ik heb. NYX Lip Suede. En als laatste de NYX Lip Lingerie. Dus dat is alles wat hierin zit. Dan hierdoor naar onder heb ik een kastje en hier zit niks bijzonders in. Hier zit letterlijk niks bijzonders in. En dan gaan we zo door over naar de eerste Alex-kast. Bovenop de Alex-kast staat nog een glass cube waar ik dus een giveaway van doe. En hierbovenop staan zeg maar nog penselen, die van de Hema en alles. Hierachter staan allemaal make-up removers, toners, SPF voor je gezicht en allemaal gewoon dingetjes. Hier vormen de body butters van de Body Shop. En dan heb ik hier allemaal nieuwe producten die ik ook nog niet heb getest, die ik ook nog graag wil testen. Wet n Wild mascara's, allemaal dingen van Inglot, liquid eyeshadows zijn het volgens mij. Heel cool, heel echt best wel veel van gekregen, daarachter ook nog. Color correctors, primers, liquid lipstick, stick highlighters en whatever not. Hier nog allemaal dingetjes, penselen, hourglass, beauty spons. MAC doosjes, Maybelline, mascara's, eyeliners. Dit heb ik van een fan gekregen, super leuk. Dat heb ik bij de Meet & Greet in de NYX winkel gekregen. Een Catrice Strobe Gel Cream. En deze wil ik echt nog een keer gebruiken in een video. Alleen ik ben er nog niet aan toegekomen. Deze heb ik van een van jullie gekregen, super schattig. Dan heb ik hier een kaars staan die ik ook van een kijker heb gekregen. En ik heb hem al aangehad zoals je kan zien. Echt, deze ruikt super lekker. Volgens mij is die van de Primark. En hier mijn gebroken Jeffree Star highlighter, een tweede gebroken Jeffree Star highlighter kan ik laten vallen. En ik moet deze nog steeds maken, alleen iedere keer heb ik er geen zin in of doe ik het niet. Dan gaan we hier onderdoor naar Alex kast nummer 1. Hier zitten de administratie dingen in. Hier heb ik al mijn liquid lipsticks. Ja, dit zijn alle liquid lipsticks. Hier heb ik nog dingen van NYX liggen. Allemaal nog in de verpakking. Hier heb ik allemaal lipglossjes liggen van alles. Van MAC, van NYX, van weet ik, van Essence. Yves Saint Laurent echt ligt van alles. Dan heb ik hier al die NYX Butter Gloss Matte Butter Matte Soft Lip Cream dingen. Hier allemaal liquid lipsticks die de Lipstick Tower niet hebben gehaald. Die zitten allemaal hierin. Hier grij ik af en toe nog gewoon doorheen. Lime Crime, echt van alles. En hierachter zitten nog die lip paints van L'Oreal. En dat was dit laadje. Hier zitten alle lipsticks in. Hier zitten lippaletjes in. Hier nog nieuwe lipsticks van Urban Decay. Hier zitten al die van de Body Shop in. Hier zitten lipplumpers en labello-achtige dingen zitten hier allemaal in. Baby lips. En hier zitten alle gewone lipsticks in. Ook echt van alles. En hier zitten nog alle stick lipsticks, zeg maar. Die stick dingen in voor lippen. Gewoon lipsticks, maar dan in een stick vorm. Dit is een heel leuk laadje, want dit zijn allemaal highlighters. Hier liggen al mijn highlighters van Jeffree Star. Oh nee, shit, die is gebroken. Hier zitten die van Kylie, Charlotte Tilbury, Urban Decay, MAC hierachter. Zelfs nog een elf. Hier vooraan zitten die van NYX, Essence, Wet n Wild, Action, W7 en echt gewoon van alles nog. Hier zitten nog meer stick highlighters die ik al wel een keer heb geprobeerd. Ik ben niet zo heel erg fan van stick highlighters, maar ik heb ze wel. En dan hierachter nog highlight paletjes, Sleek, The Balm en nog meer daarachter. En daarachter staat die van Kiko, die grote doos die nergens anders paste. Hier hebben we alle blushes. Hier heb ik de Kylie blushes, allemaal Benefit blushes en nog een highlighter van Benefit. Maar die past hier heel mooi bij met al die doosjes. Nog een nieuwe Hoola Light. Hier heb ik allemaal blushes van NYX, Essence, L'Oreal, NYX, MAC. Nog meer MAC, Urban Decay, Sigma, Douglas, MUA, Colistar, Guerlain erachter, MAC. Al die baked blushes van NYX zijn hier nog. Een blush palet van ELF. Dan komen we bij deze laar en hier liggen heel veel paletten. Hier liggen al mijn Urban Decay paletten. Dit zijn allemaal Urban Decay paletten en dit zijn ook allemaal Urban Decay paletten. En hier liggen al mijn Z palettes die ik zeg maar zelf dan heb samengesteld. Waar bijna allemaal niks in zit, in sommige wel. Lime Crime Venus, Inglot en daarachter nog Morphe.
Ik ga er echt een beetje snel doorheen, want anders is het echt een hele, hele lange video. Hier heb ik bijna alles van NYX. Hier zit ook nog Primark in. Zelfs een Yves Saint Laurent doosje zit er nog in. Maar dit is ook nog MAC, kleine MAC doosjes, MAC Quad. Een collectie van MAC. Ofra, Burberry. Van alles, maar voornamelijk allemaal NYX. Hieronder zitten eigenlijk dozen. Hier zit zeg maar die ding mee. Als ik moet reizen met mijn penselen, doe ik ze hierin. Hier nog de kerstcollectie van Kylie. Zeg maar de doosjes. Ik vond het wel zonde om ze weg te gooien of zo. Dus ik heb ze dan hier bewaard. En nog een mooie doos van Michael Kors daarachter. En dan in de laatste zitten allemaal tasjes. Allemaal dingetjes. Allemaal kleine beauty tasjes om dingen in mee te nemen. Dat was Alexkast nummer 1. Oh my god. Ik heb het gevoel dat ik zo snel praat. Maar anders is het zo'n lang video. Dan gaan we door naar deze kant. Dan heb ik hier dus mijn prachtige cactuscollectie. Ik vind hem echt geweldig. Deze is van Sandchip. Dit is een echte cactus. Dit is mijn Mammillaria spinosissima cactus. Dan heb ik hier een schattige cactus. En deze is volgens mij van Xenos. Met al mijn Colourpop lippy sticks hierin. En de cactus van de Xenos. Ja, volgens mij van de Xenos. Dan heb ik hier zo'n grappig dingetje wat ik bij de kringloop heb gekocht. Waar je dus allemaal dingetjes zo in kan zetten. Ik weet niet precies waarvoor het is. Volgens mij voor stropdas of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik heb dus allemaal paletten zo hier neergezet. MAC, Stila, Kylie, Makeup Geek en het twee van Jeffrey. Hier heb ik dus de grotere versie van waar al mijn foundations daarin staan. Deze is ook met een spiegel aan de onderkant. En hier heb ik al mijn parfums in staan. En een aantal staan erachter die er zeg maar niet in passen. Ik heb van allerlei parfums. Ik heb heel veel parfums gekregen toen ik bij de Douglas stage liep. Dus nee, ik heb dit niet allemaal zelf gekocht. Er zijn er een aantal die ik zelf heb gekocht. Maar heel veel heb ik gekregen toen ik stage liep in de Douglas. En ik vond het wel leuk staan. Hier heb ik dan mijn Louis Vuitton eerste echte Louis Vuitton aankoop neergezet. Ik vond het wel schattig om het zo neer te zetten. En hier al mijn Apple dozen. Mensen vragen altijd af, oh my god, waarom heb je zoveel Apple dozen? Wat is het allemaal? Mijn iPhone, mijn iPad, mijn MacBook en mijn oude MacBook. En ik vond het gewoon clean en mooi staan. Ik ben nog een grote giveaway aan het plannen. Daar zitten hier allemaal dingen voor in. Hier zitten allemaal body dingen in die ik nog gewoon zeg maar extra's en zo. Die ook echt dims waren, deze doos. Hier zitten enveloppen en shit in. En hier zit, ik weet niet eens wat hierin zit. Ik ga het ook allemaal niet laten zien. Dan heb ik hier achter Jeffrey heb ik mijn playbutton. Dan heb ik hier een mooie foto van Jeffrey's top. Hier zitten mijn hormonen en shit in. Zoals je kan zien, sandchips en whatnot. Dan gaan we hier door naar eyeliners, mascara's, oogschaduwbasis. Dus hier liggen al mijn mascara's in. Echt een hele grote bak met allemaal mascara's. Voor als ik een keer een andere mascara wil dan die allemaal al daar liggen. Hier heb ik nog meer wenkbrauwpotloodjes, wenkbrauwproducten. En hier heb ik allemaal eyeliners, liquid eyeliners, potlood eyeliners, van alles. Hier liggen nog allemaal eyeliners in doosjes die ik allemaal nog niet heb opengemaakt. Oogschaduwbasis ligt hier allemaal van Too Faced, NYX, Benefit hier nog onder. Hier een wenkbrauwdoosje van Urban Decay, Erase Paste van Benefit, Kylie Eyeliner, MAC Eyeliner, wat is het? Maybelline Eyeliner. Allemaal eyeliners, dat is dus dit laadje. Dan gaan we door naar losse oogschaduws en glitters. Hier staan al mijn glitters, hier staan MAC glitters. Hele mooie, oh wat is mijn nou mijn nieuwe, is dit mijn nieuwe? Nee, wat? Dit is mijn nieuwe, hij is zo mooi. Oh. Hier staan al die MAC glitters, dan gaan we hier door naar nog andere glitters. Nog eentje van Inglot, een glitter. Losse oogschaduws van Burberry. Echt van alles, mijn enige Bourjois product. Zo heet het toch, Bourjois. Omdat ik een matte zwarte oogschaduw wou, toen heel lang geleden. Dus die heb ik toen een keer gekocht. Toen ik stage liep bij de Douglas. Van alles, Colourpop, NYX, echt van alles. Hier liggen nog liquid eyeshadows van NYX, Urban Decay. Hier liggen een beetje gel eyeliners van die Vivid Brights van NYX die ik nog graag wil proberen. Nog ELF producten, Kylie producten, Maybelline producten. Nog een Kylie zelfs in een doosje volgens mij, ja. En hier allemaal losse oogschaduws van Catrice die ik een keer heb gebruikt. In een video. Hier hebben we al mijn wimpers. Ik heb niet heel veel wimpers. Hier heb ik van Mink & Co. Velour lashes. Nog eentje van Lily lashes. Is dit een nieuwe? Nee, die heb ik al wel gebruikt. NYX. Cherry. Red cherry. Wat is dit?
Benefit. Deze heb ik ook van een fan gekregen. Deze heette eerst Lash Cream. Maar volgens mij hebben ze nu een andere naam. En ze worden, ik weet niet waar ze precies verkocht worden. En nog voor alles, nog AliExpress wimpers. En gewoon daarachter nog een Lash Story. En dan heb ik hier een volledige collectie die de Douglas mij heeft opgestuurd. Komen bij alle foundations. Dit zijn er heel veel foundations en gezichtspoeders. En dit zijn al die foundations van MAC. Ik was die grote doos een beetje zat. Dus ik denk, ik gooi ze me allemaal gewoon een la. Deze staat te groot om rechtop neer te zetten. En voor de rest, het is echt, het is van... alles. Het is echt van alles. Maar hier zitten dus al mijn gezichtspoeders en foundations en een grote zooi. Hier komen we bij al mijn maskers. Een van mijn favoriete laadjes. Ik heb al best wel wat maskertjes allemaal de laatste tijd gekregen en bij elkaar gespaard. Heel veel Glam Glow. Allemaal losse maskertjes die ik heb gekregen. Nog een body shop. Echt van alles. Deze zijn van Starskin. Mijn favorites at the moment. En hier begint eigenlijk de rommel weer. Dit was mijn poging voor merchandise, wat nooit is gelukt. Ik doe mijn nagels nooit zelf. Ik laat ze altijd doen in een salon met acryl. Ik heb altijd acrylnagels en dan laat ik ze lakken met gellak in een salon. Maar ja, jongens, ik heb nagellakjes. Ik heb nagellak. Ja, wenkbrauw wimperverf, teeth whitening strips, teeth whitening kits. Zelfs nog echt van alles. En dat was de tweede Alex-kast en daarmee mijn volledige... make-up collectie. We zijn er redelijk snel doorheen gegaan, maar ik denk als ik alles echt letterlijk één voor één ga laten zien, dan wordt het een video van een half uur. Nu hebben jullie wel ongeveer een beetje gezien wat mijn make-up collectie is. En dan uiteraard mijn mooie portret van Studio Stout. Ja jongens, ik heb een schilderij van mezelf. Kan gewoon. Kan prima. Dus dat was mijn geüpdate make-up stash video in 2017. De vorige is echt al een jaar geleden. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Deze video is intens veel aangevraagd. En wordt bijna onder elke video wel gevraagd of ik deze video wil opnemen. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ik hoop dat ik jullie heb gegeven voor jullie om vroeger. Dus dat was de video. Vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments een leuke reactie achter. Ik vind het super leuk om al je leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!